Apothekers moeten daarom heel zuinig wezen bij het uitjouwen van de pil. Gewoonlijk krijg je vooral je een foirie voor een heel jaar mooi, nou maar voor 12 of 3 weken. Ik kreeg te horen dat ik niet de volledige bestelling mee kon krijgen. En dat ik dus nu eerst 1 stripje mee krijg om te wachten op de rest. Johan de Jong van de apotheek in de Wieken in Drachten is wut via de uitnamen van de Friske apothekers. In zijn apotheek ben nog maar een paar dwaskes van de pil op varie. We kregen even schoen bij de Gruthandel, maar daar leidt nou niks meer. Het is alweer rare kruisen, dus het is, dit is het. En hoe maakt het dan? Dank je. Lezen mij de huisdokter en dat geldt ik voor de mensen, want dan moet er naar een alternatief zocht worden. En het tekort aan anticonceptiepil stiert net op hemzelfs. Op dit stuit is van 400 soorten medicijnen net of heel dreig te leveren. Neffens de apothekers komt dat door het zuinige beleid van de zorgverzekerders. Die willen alleen nog de andergoedkeerste medicijnen vergoedje. De Friese apothekers willen dat soks veroordeeld. In mijn eigen soort mooi wijze als er net voor 1 medicijn gekozen wordt, maar dat er voor wekelijks 3 medicijnen gekozen wordt. En dan haast een backup. Kerst weer omvallen daarop. Ik heb wel een paar weken dworen voordat de pil weer gewoon te krijgen is. Maar vrouw Laning verwacht het net in de problemen te komen. Ik heb nu eerst genoeg, ja. Hier in Drachten net benauwd te wezen voor een babyboom. Nee, voorlopig niet, nee.